Beste kijkers, de Srividensi Marathon staat voor de deur. Op zaterdag 17 november 2018 wordt voor de 15e keer het Srividensi Marathon gehouden. In dit kader heb ik een vraaggesprek met majoor Klein en eerste luitenant Blokland. Majoor Klein, van waar het initiatief of het idee om een Srividensi Marathon te houden? Nou, die Srividensi Marathon is zeker 20, 25 jaar terug gaan leven bij het Nationaal Leger, dan wel de sportafdeling. En wat wij bij de sportafdeling toen hebben gezegd, hey, we willen iets organiseren, iets groots. Maar het moet geen cliché zijn als zeg maar een voetbaltoernooi of een basketbaltoernooi. We wilden een evenement neerzetten dat even anders zou zijn voor die gemeenschap en een uitdaging natuurlijk voor die organisatie. En zo zijn we gekomen op het organiseren van een marathon. En die marathon, dat wordt over 42 kilometer en 195 meter gelopen. En 15 jaar terug zijn we dan begonnen om zelfs mensen te trainen. Maakt niet uit van welke vereniging of van welke discipline. We hadden elke zondag een centrale training. En dat hebben we zeker 6 maanden lang gedaan. Om die Surinaamse sportgemeenschap, dan wel de duurlopers, zover te krijgen om mee te doen aan een marathon. Het wordt dit jaar voor de 15e keer gehouden. Is er een speciaal tintje aangekoppeld? Als ik daarop antwoord mag geven. Ja, we hebben dus voor deze 15e editie, hebben dus behalve de reguliere marathon, halve marathon loop, hebben we dus aan toegevoegd de fun run, omdat we zoveel als mogelijk mensen op de been willen hebben. En dat is over 5 kilometer. We hebben dus ook bij aan toegevoegd de kids run, waarbij dus scholen deel zullen nemen. En dat dus om het plein zullen ze in estafettevorm die route afleggen. En dat is dan een groep van vier leerlingen, kun je zeggen. Okay. Dat is wat we hebben toegevoegd van het jaar. Hoe zal de vormgeving van de marathon eruit zien? De marathon wordt dus als programma helemaal ingevuld met zeker de loopactiviteiten. Over 42 kilometer de marathon, 21 kilometer de halve marathon. De estafette vormen Ekiden, ook over 42 kilometer, 95 meter, 6 deelnemers. We hebben de halve marathon estafette in verschillende categorieën. Ambassades, districten, scholen, groepen en verenigingen. Districten heb ik al gezegd. Dus departementen. Er zijn ook verschillende departementen die hieraan meedoen. Dus zo proberen we dan die totale gemeenschap deel te laten zijn van de marathon, dan wel het sportgedachte. Ik moet even ook verklappen dat we dit jaar een heel speciale thema aan hebben verbonden. En ons thema zegt, leven en bewegen doet laat een cardiovasculaire aandoeningen en obesitas beven. Ja. Waarom hebben we daarvoor gekozen? Cardiovasculaire aandoeningen, u weet dat in Suriname is doodsoorzaak nummer 1, we moeten meer bewegen. En obesitas, die plaagt zeker 33-35% van onze jeugd. Ja, onze jeugd is tegenwoordig meer bezig met de vingers te sporten. Ja. Of het zijn de vingers, of het is fastfood. U weet het land zit vol van die bedrijven. Natuurlijk niet slecht bedoeld, maar dat is onze jeugd tegenwoordig. Dus daarom hebben we gezegd van, we willen zoveel mogelijk mensen uit die gemeenschap laten meedoen. En kinderen. En mensen van die aan het werk zijn, bedrijven, departementen, ambassades, iedereen moet kunnen meedoen op de een of andere manier. Kan je niet meedoen aan die individueel, aan die totale loop, dan kan je dat in groepen meedoen. We zijn even vergeten om te zeggen dat je ook wandelaars hebt. Ja, en long distance walkers noemen ze zichzelf. En die lopen die 21 kilometer. Ja, en daarvan hebben we alle aardige groep, ik denk aan de buurt van 40 van die mensen, die gaan dan 21 kilometer snel lopen. Ziet er spannend uit. Het is helemaal, het wordt helemaal mooi. Ja. En op het plein hebben we ook nog andere attracties, waarbij het publiek dat daar blijft wachten op de mensen die komen finishen. Heel leuk wordt, en we hebben muziekformaties ook, wordt bezig gehouden. Oké, mevrouw Blokland, als ik naar u mag kijken, hoeveel deelnemers zullen meedoen aan deze loop? Oké, we hebben dus voor nu hebben dus 24 voor de marathon, dus over 42,195 kilometer. Die halve marathon zitten nu al op 100. Voor die Ekiden, dus de estafette vormen, hebben we dan Ekiden
4 teams van 6 deelnemers. De halve marathon estafette, 41 teams van dus 4 deelnemers. Dus als je dat allemaal vermenigvuldigt, maal 4, hebben we dan op dit ogenblik. De kidsrun, daar doen dus 9 scholen mee, 9 geloofsscholen. Waarbij dus van elke school dan 4 leerlingen aan meedoen. Bij de funrun, de 5 kilometer trimloop, zoals we dat even zo mogen benoemen, is dan 170 deelnemers, maar die zal wel zeker meer worden. En dan hebben we dan de long distance walk en daar zitten we nu op 40 deelnemers. Oké, als we het mogen vergelijken met vorig jaar, ja. Hebben jullie dit jaar meer deelnemers die participeren? Oké, ja. Zeker als we kijken naar de groep van buitenlanders, dan hebben we gemerkt dat de Fransen, vergeleken met vorig jaar, veel meer zijn van het jaar. Ik denk dat ze met een groep van 86 of zo komen. En we merken dus ook die groei. We merken dat er steeds meer mensen trainen er naartoe om deel te zijn van die marathon. Oké, u had het over buitenlanders, u sprak over de Fransen. Ja. Zijn het alleen de Fransen die zullen participeren? Nee. We hebben dus ook Nederlanders, we hebben van iemand uit Mexico, lopers uit Mexico hebben we. België, Duitsland. België, oh ja, ik kreeg net ook een belletje. Er is een Belg. Een Duitser. Die is dan gisteren aangekomen. Okay. Ja, we hebben Belgen, we hebben die Guyanese die ook meedoen. Ja. Dus er zijn aardig wat buitenlanders. De inschrijvingen zijn al afgesloten, toch? Maar als mensen nog willen deelnemen, bestaat de mogelijkheid wel dat ze nog kunnen inschrijven? Oké, voor de funrun, dat hebben we dus nog opengesteld. Ze kunnen dat nog doen vrijdag 16 tot en met 5 uur in de middag bij Ismi van Wilgen Sporthal. En zaterdag, dus de dag van uitvoering, 17 november, kunnen ze dat ook nog even doen. Tot 12 uur. Ja, 12 uur. Dat is dan bij de Ismi van Wilgen Sporthal. Hoe laat start de loop? Klokslag 17:30. Oké. Smiddags, oh ja, 17:30. Laten we dat, 17:30. Oké. Er doen Surinamers en er doen buitenlanders mee aan de loop, toch? Zijn Surinamers wel eens in de prijzen gevallen? Of is het zo dat ze elk jaar in de prijzen vallen? Nee, elk jaar krijgen we dat Surinamers wel in de prijzen vallen. De eerste marathon is door Steven Vismalen gewonnen. Meneer Udenhout, de bekende Rasta, heeft ook al 2 gewonnen. Dus van de 15 hebben wij 3 gewonnen. Ja, de mensen die het meest winnen, de deelnemers, zijn meer de Guyanese. We hebben de Fransen die eerder hebben gewonnen. We hebben 1 keer een jongeman uit Ecuador gehad. Toen waren er 3 lopers hier uit Ecuador. En toen, dat was een heel mooie race tussen de Andrade en die jongen uit Ecuador. Dat die jongen op de weg gaat zitten, je kramp in beide benen. En de Andrade loopt hem voorbij, spannender eindsprint. En ineens zie je die jongen weer tevoorschijn komen, want die krampen zijn weg. En hij wint van de Andrade. Dus het is altijd heel mooi als je het volgt. De meeste zijn wel gewonnen door de buitenlanders, dat moet ik wel zeggen. Kijk, we moeten onze Surinamers ook wel een beetje meer pushen. Het is zwaar, laat me dat even zeggen via uw programma, dat we moeten begrijpen dat een atleet die zich wil voorbereiden op een 42 kilometer, dat die atleet alles moet mee hebben. Ja, de supplementen, de vitamines die hij heeft, zijn voeding. Ja, en het is duur, zijn schoeisel, zijn kleding. Ga maar na als de man 3 keer in de week moet lopen en je loopt ongeveer tussen de 30 en 50 kilometer train je. Bij de opbouw loop je tot 35 kilometer. Ja, die schoenen, een goedkope loopschoen tegenwoordig zit je al op 750 SAD. Dus wanneer we onze mensen niet willen ondersteunen, dan hij moet het uit zijn eigen budget halen. Gaat hij eerst denken bijvoorbeeld aan zijn gezin of zijn school of zijn studie, voordat hij dat gaat investeren in sport. Dus ik wil even dat meegeven aan die gemeenschap. Ja, buitenlanders wint baga. Die buitenlanders worden gepusht in uw land. Ja, ik vertel het overal. En nu zien we vaker dat die Guyanese is. Dat vroeger niet gebeurde. Iedereen weet dat. Als we met voetbal wonnen van Guyana, was het om en om winnen, man. 7-0, 8-0. Nu moeten we oppassen. Ze gaan rondes verder dan Suriname bij de voorronde WK. Iedereen weet dat. Maar wat gebeurt er? Daar worden ze gestimuleerd. Daar worden ze gestimuleerd en hier, men denkt sport, dus het is niet meneer, sport is geld.
Als je geen geld hebt, meneer, moet je niet aan sport beginnen. Dan kan je recreatief een beetje bezig zijn. Maar als je echt prestatie wil leveren in de hedendaagse sportwereld, is dat business. Oké. Waarop wordt er gelet tijdens deze marathon? Op de eerste plaats is de marathon een vrije activiteit waarbij de atleet die afstand lopend moet afleggen. Hij mag geen gebruik maken van een fiets of bromfiets, hij moet dat lopend doen. Hij mag rennen, hij mag lopen. Verder zijn er regels dat hij dus aan de linkerkant, hij moet met het verkeer mee. Dus hij moet links van de weg lopen, hij kan niet crisscross gaan lopen. Dan een keer aan de overkant, dan weer zo. Dus dat zijn regels die zijn vastgesteld. Als je in het buitenland wat rechtsverkeer, moet je altijd met het verkeer mee. Dus dat zijn de zaken. Ben je moe, mag je gaan zitten. Moet je number one of number two, dan moet je toestemming hebben van een officieel om ergens misschien een erf op te rennen. Of wij hebben op de route zeker voldoende chemische toiletten. Dan kan je even naar het toilet gaan. Maar het is zo dat je dan een vrije bewegingsvorm hebt. Je mag rennen, je mag lopen. Als je moe bent mag je zitten. Niemand gaat zeggen, nee, je moet nu door. Dus het is een vrije activiteit, het is een vrije bewegingsactiviteit. Majoor Klein, door wie wordt het georganiseerd? Mooi, dat is een heel mooie vraag, omdat ik dan direct kan, dat is ons visitekaartje. Het leger organiseert, het ministerie van Defensie dan wel, hè? Het Nationaal Leger organiseert jaarlijks de Srividensi-marathon. En deze Srividensi-marathon die wordt altijd in het licht gebracht van de Srividensi-week. Ja. Het is altijd een stap voor, een week voor. En dat geeft dan aan dat de Srividensi-marathon wordt gelopen als aanzet naar de Srividensi-week, feestweek. En natuurlijk hebben we altijd weer sponsoring van heel wat bedrijven die ons bijstaan. Een bedrijf als Telesuur elk jaar, noem maar op. De politie, de instanties die ons bijstaan, de politie, de brandweer. Ja, dit jaar hebben we ook een goede sponsoring gevonden in Hakrenbank. Ja, en zo zijn er nog meer bedrijven. Om anderen niet te kort te doen, maar samen met het bedrijfsleven lukt het ons nog om die Srividensi-marathon te organiseren. Okay. Ja, wanneer ik mensen zeg dat die marathon ons meer dan 350.000 SAD kost, dan valt iedereen achterover. Maar het is een activiteit waar je de verzorging, logistiek is heel veel. Weet je hoeveel auto's, hoeveel personeel, je moet ze verzorgen. We beginnen al vanaf 12 uur met de voorbereidingen in de uitvoering, 12 uur 's middags en dat loopt door tot 12 uur 's avonds. Het is geen voetbalwedstrijd van 90 minuten. Okay. Ja, en die hele organisatie moet je verzorgen. Je moet ze voeden. Die atleten moeten verzorgd worden op de route. Om de 3 kilometer, waterpost, energiedrank, fruitpost. Zes artsen hebben we. Zes artsen en 1 stagiaire. Ja. Dat zijn 7. 64 verpleegkundig personeel. Op de route. Hallo, je praat over 350 man verzorgend personeel op de route. Dus die marathon kost veel. En je moet het niet onderschatten. We zetten 10,5 kilometer uit. Logistiek is dat makkelijker te onderhouden. De mensen lopen 10,5 heen, 10,5 terug. Dan zit je op 21. En de marathoners gaan nog een keer 10,5, 10,5. Zit je op 42. Dus het is een echte grote organisatie. Ja. En ik mag zeggen, ik zie geen andere organisatie dat doen dan het leger. Ja. Wat verwachten jullie zelf van deze dag? Ik heb al gezien gisteren bij de eerste teach-in participatie van de deelnemers die echt vol van zijn. Ze hebben zich voorbereid. Zo'n activiteit moet je. Je kan niet gewoon inschrijven 21 kilometer. Ik verwacht dat het geslaagd evenement mag worden. En dat en de atleten en het publiek op het plein of langs de weg dat ze mogen genieten van deze activiteit. Ja, je hoeft geen entreekaartje te betalen. Het is gratis. Dus kom de mensen aanvuren. Oké. Kijkers, jullie hebben het gehoord, jullie hebben het gezien. Voor zij die nog ambities hebben om mee te doen aan deze 15e editie, kunnen zich tot zaterdag 17 november 2018 inschrijven. Waar kunnen ze zich weer inschrijven? Het is mee vanwege een sporthal tot en met 12 uur. Jullie hebben het gehoord. Dit was het voor deze keer. Tot de volgende keer.